Zaterdag 3 augustus om 5:30 kreeg de brandweer van Almkerk en de brandweer van Dussen een melding van een brand in een materieelloods aan de Provinciale Weg Zuid in Almkerk. De ladderwagen van Oosterhout werd hiervoor ook opgeroepen. De politie had in eerste instantie de toegangswegen afgezet in verband met asbest. Door de wind die richting de polder stond is er geen gevaar ontstaan door asbest voor de omgeving. Aan de Provinciale Weg Zuid in Almkerk is de brand uitgebroken. Wat was exact de situatie? Ja, de situatie toen ik de melding kreeg, is middelbrand gegeven. Er zou brand ontstaan zijn in een aardappelschuur. Daar heeft de eerste bevelvoerder zodanig op geacteerd dat er in ieder geval twee tankauto's spuiten hier even laten komen. De rookontwikkeling, gezien de rookontwikkeling, de watervoorziening die er is, hadden ze ook twee tankauto's spuiten nodig. En daarop hebben ze ingezet. Toen ze eraan kwamen zagen ze rook uit het dak uitkomen. En van daaruit zijn ze verder in gaan zetten. In eerste instantie was er vrees dat er asbest vrij zou komen. Daardoor had de politie ook de wegen afgezet. Er is geen gevaar voor de omgeving meer? Nee, op dit moment is er geen gevaar met de omgeving. Er was zeg maar ongeveer één plaat asbest was kapot gesprongen. Die was op het eigen terrein is die gebleven. Verder was de windrichting was zodanig dat die zeg maar de polder inging. Dus op dit moment hebben we daar wel aangegeven dat er in ieder geval wel asbest bij betrokken is. Maar in ieder geval asbest op het eigen terrein gebleven. Nu waren er ook een aantal voertuigen in het pand aanwezig. Er stonden een aantal gasflessen tegen de gevel aan. Medewerkers hadden die zelf al vrijgemaakt voordat jullie kwamen? Ja, dat klopt. Medewerkers hadden die allemaal weggehaald en weggenomen. Het enige wat nu nog binnen stond is een aardappelrooier. Natuurlijk wel heel belangrijk materieel voor de ondernemer. Zoals het er nu uitziet, hebben we die gelukkig kunnen behouden. Ja, dank u wel. Graag gedaan.